Goedendag en welkom bij het Microsoft 365-journaal van vrijdag 11 december. Ik kan mezelf eerst kort voorstellen. Ik ben Erik de Beus, ik ben Cloud Consultant bij Delta N. Met een expertisegebied over samenwerken in SharePoint en Teams. En naast ook focus ik mij op Power Apps en Power Automate. Vandaag zullen we de volgende updates bespreken. Een aantal updates over SharePoint. Met name hoe je je site gezond kan houden. Teams, OneDrive updates, het samenvoegen van de naamgeving van planner en tasks en een aantal aankomende events bespreken. Wellicht zie je het hier al, maar er zijn minder onderwerpen dan bij een standaard webinar. En dat heeft ermee te maken dat Ignite al is geweest dit jaar en je merkt dan dat Microsoft minder nieuwe updates deelt. Dus vandaar een wat korter lijstje deze keer. Allereerst SharePoint. Een nieuwe update binnen SharePoint is dat je de siteprestaties nu kan inzien. En dat kan je als volgt inzien hoe gezond een website eigenlijk is binnen SharePoint. En dat kun je dus je onderzien aan op een schaal van ongezond naar gezond. Wat betekent dat dan inhoudelijk? Dat kan je dus ook inzien binnenkort. En dat zijn verschillende factoren die worden meegenomen. Eentje is bijvoorbeeld verzoeken naar de SharePoint-site. Staan er grote afbeeldingen op? Zulke zaken. Maar ook in positieve zin staan daar ook opmerkingen bij. Het voordeel hieraan is dat je kan zien, stel je hebt bijvoorbeeld een intranet en je wilt zeker weten dat die voor alle gebruikers goed werkt. Dan kan je dus kijken naar de gezondheid van de site en dan weet je zeker dat die vriendelijk is voor iedereen in je organisatie, ook als zij bijvoorbeeld een mindere internetverbinding hebben. Heel handige update en ik zou ook zeker hiernaar gaan kijken als je een site hebt die zwaar wordt bezocht binnen de organisatie. Dan weet je in ieder geval zeker dat dit voor alle gebruikers goed wordt toegepast. Vervolgens komt er een automatische samenvatting van relevant nieuws per e-mail. Meestal zullen er bekend mee zijn, maar je hebt binnen SharePoint sites nieuwsberichten die je kan aanmaken. En die nieuwsberichten worden dan geplaatst op de site zelf of kan je ook op verschillende plaatsen delen. Je kan er filtering op toepassen voor specifieke gebruikers. Er zijn vrij veel mogelijkheden mee. Nou was het vroeger ook al mogelijk om nieuwsberichten actief te delen met gebruikers, maar ging dat niet echt helemaal over die nieuwsberichten. Wat hier aan opvalt is een van de punten, de gebruiker moet de site volgen. Dus een optie per site is dat de gebruiker een site kan volgen, dat kan hij of zij kiezen. En dan pas krijg je zo'n mail met de nieuwsberichten. Die krijg je dan één keer per week. Je krijgt alleen de nieuwsberichten te zien die je nog niet hebt gelezen of gezien als gebruiker. En dit staat per default aan. Dus Microsoft gaat dit standaard aanzetten binnenkort binnen de organisatie. Mocht je dit niet aan willen hebben, dan is er wel al een PowerShell script voor om dit uit te zetten. Dan verras je gebruikers in ieder geval niet. Er zijn vooralsnog niet heel veel andere beheeropties voor deze setting binnen SharePoint en de mail. Zullen er in de toekomst waarschijnlijk wel gaan komen. Maar voor nu is het eigenlijk dat je het alleen kan uit- of aanzetten binnen de hele organisatie. En dan vervolgens is er een nieuw webpart bijgekomen, het My Feed webpart. Dat is heel vergelijkbaar wat je eigenlijk ziet als je Office 365 opent als gebruiker. Dan zie je alle informatie die relevant is voor jou persoonlijk. En die kan je dus toevoegen aan jouw SharePoint-omgeving. Je ziet hier rechts een voorbeeld ervan. Verschillende informatie waar mensen aan werken en zulke zaken. Hou er wel rekening mee, en dat is vaak een opmerking die ik hoor bij organisaties. Als je dit webpart implementeert, dan kunnen mensen een reactie gaan krijgen waarbij ze zeggen waarom zie ik waar collega's mee bezig zijn en zien ze dat ook van mij. Vanuit adoptieperspectief wel belangrijk om mee te nemen als je het My Feed webpart gaat gebruiken. Dat is wel vaak gehoorde kritiek die ik hoor van gebruikers. Dan Teams. Heel belangrijk punt. Microsoft Gags Access wordt standaard opengezet binnen Teams binnenkort. Uit mijn hoofd is dat in februari. En wat dat betekent is, standaard stond het altijd uit als je een nieuwe omgeving aanmaakte. Dat het uitstond betekende dat gebruikers niet zomaar externe kunnen toevoegen aan een team. En daar kan je aan denken dat ik bijvoorbeeld een team heb met misschien wel belangrijke informatie. En als daar niks over is ingesteld, dan kan ik gewoon een @gmail, @outlook of van de concurrent een e-mailadres toevoegen en die kan dan bij die informatie. Nou ja, dat wil je natuurlijk absoluut niet. Over het algemeen wil je dat eigenlijk ook bewust uitzetten. En dat stond ook standaard uit. Wat Microsoft nu gaat doen is, als je het nog niet hebt ingesteld of niet over nagedacht en aan de instellingen aanpassingen hebt doorgevoerd, of je maakt een nieuwe omgeving, dan wordt het standaard opengezet voor Teams. Dus wees daar zeker bewust van.
Een belangrijke factor hierbij ook is dat de toegang voor externen, die kan je op meerdere plekken instellen vanuit de beheerkant van Office 365. Je stelt het bijvoorbeeld in voor Teams, maar je kan het ook voor losse documenten instellen in SharePoint. Dat zijn verschillende locaties waar je het kan aanpassen, zelfs tot in Azure. En dat is eigenlijk een soort netwerk van verschillende opties en instellingen waar je echt rekening mee moet houden wat de consequenties zijn. Dus wees daar heel bewust van als je hiermee aan de slag gaat. Maar ik raad zeker aan om hier naar aan te gaan kijken binnen afzienbare tijd. Omdat het anders gewoon wordt opengezet voor je omgeving als je niet eerder actie hebt ondernomen hierop. Een andere interessante update voor meetings. En Microsoft gebruikt wel vaker AI voor oplossingen binnen Teams. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan de blur optie en de achtergronden die je kan instellen. Zodat je alleen de persoon ziet ermee praten, niet de achtergrond. Nou ja, er komt dus ook iets vergelijkbaars voor achtergrondgeluid. Er komt een filter waarbij dus achtergrondgeluiden worden weggewerkt. En daarbij kan je aan denken, dat is voor mij heel herkenbaar, als ik typ tijdens een meeting, dan horen mijn collega's dat vaak. Ook dat wordt bijvoorbeeld in de toekomst weggefilterd, omdat het gewoon achtergrondruis is. Heel praktische nieuwe oplossing en implementatie binnen Teams, waarbij wel echt de focus is natuurlijk dat alle stemgeluiden wel doorkomen. Maar zoals ik zei, typgeluiden niet en achtergrondgeruis. En een optie die er aan gaat komen is dat je polls kan gebruiken tijdens meetings. Ik heb het vaker aangegeven, maar Teams is echt een heel erg centraliserende applicatie. Microsoft investeert daar ook heel veel tijd in. En wat Teams heel goed doet, is dat het alle aspecten van verschillende producten binnen Office 365 goed toepast en implementeert binnen de Teams omgeving. En dat zie je nu dus ook weer gebeuren met de mogelijkheid om polls toe te voegen tijdens meetings. En die polls zijn dus weer aangeboden middels Forms. En Forms is weer een ander product binnen Office 365. Wat er ook goed is om bij op te merken als zulke situaties voorkomen, in dit geval is het Forms, denk dan ook gelijk na over het beheer van dat product wat erbij komt binnen Teams. Want dan kan je tenminste daar controle over houden wat ermee gebeurt daarbinnen. En in dit geval is het dus middels Forms mogelijk om polls te houden gedurende een gesprek, wat een handige nieuwe optie is. Een andere update, je kan je teamstatus tijdelijk instellen. Je kon je teamstatus sowieso aanpassen. Normaliter is die gebaseerd op je Outlook agenda, maar kan je zelf ook selecteren. Nu kan je dus ook voor een bepaalde periode die instellen. Kan je bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd offline worden weergegeven of alsof je bezig bent, op busy staat. Die appear offline optie is trouwens ook redelijk nieuw. En daar is ook wel veel kritiek op gekomen, omdat het nu dus kan worden weergegeven alsof je gewoon helemaal niet Teams geopend hebt staan. Het is meer afhankelijk van hoe je daarmee om moet gaan als organisatie, maar je kan daar ook niet op een andere manier mee omgaan. Daar zijn geen beheeropties voor nog. Een ander punt is dat je nu berichten in de wachtrij kan plaatsen. Vergelijk het met het plaatsen sturen van mails om een bepaald tijdstip. Als je in Outlook een mail later wilt sturen, kan je dat ook instellen per mail. Nou ja, binnenkort is dat dus ook mogelijk met Teams berichten. Dan kan je zeggen, ik typ nu alvast een bericht in de avond, maar ik wil pas dat die morgenochtend wordt verstuurd of iets dergelijks. En het laatste punt is dat de opnames van meetings worden vanaf nu opgeslagen in OneDrive of in SharePoint. Die werden altijd standaard opgeslagen in Microsoft Stream. Stream is eigenlijk het YouTube-platform binnen Office 365 voor jouw organisatie. En de opslag daarvan wordt nu dus overgezet naar OneDrive en SharePoint op het moment dat je een meeting opneemt. Dit vind ik zelf wel een redelijk opvallende keus vanuit Microsoft, omdat Stream wel echt het videoplatform zou moeten worden binnen heel Office 365. En je ziet dat nu dat eigenlijk wordt verplaatst naar OneDrive of SharePoint voor de opnames van meetings. Nou kan ik me voorstellen dat de reden daarvoor is dat vaak Stream, het beheer daarvan, niet is afgesteld op dezelfde wijze zoals bijvoorbeeld Teams is, wat betreft rechten en het delen erin soms voor gebruikers ook wel verwarrend is. Dat begrijp ik ook wel. Want je moet echt in een geheel andere omgeving die video specifiek dan gaan delen. Anderzijds zou het ook het teken kunnen zijn dat ze andere plannen gaan hebben voor de toekomst met Stream. Maar dat weet ik dan niet zeker. In ieder geval een opvallende keuze en goed om rekening mee te houden als je het vaker gebruikt dat je videoopname opneemt. Het wordt dus verplaatst naar OneDrive of SharePoint. SharePoint op het moment dat het deel is van een team. OneDrive op het moment dat het vanuit de chat komt. Communiceer het ook zeker door met gebruikers. Anders kunnen ze wellicht hun video's niet terugvinden die ze hebben opgenomen. Een heel interessante nieuwe toevoeging die ik ook eerder had benoemd in eerdere webinars. Breakout Rooms, dat is vanaf komende week beschikbaar. En wat je kunt doen met Breakout Rooms is dat je één centrale meeting hebt. En die kan je dus opsplitsen en dat zie je ook in het screenshot als setting.
In verschillende lossere, kleinere meetings. Nou ja, dat maakt het om te beginnen al veel makkelijker om, in plaats van dat je één meeting hebt en verschillende kleinere meetings tegelijkertijd plant, mocht je daar behoefte aan hebben, is dat niet meer nodig. Stel je hebt één overkoepelende meeting en je wil bijvoorbeeld aparte brainstorm sessies beginnen, is dit gewoon heel handig daarvoor. Dit komt ook met extra opties, zoals als je de organisator bent van een meeting, dan kan je als organisator direct een bericht sturen naar alle losse kleinere meetings. Dus dan kan je met iedereen communiceren dat ze bijvoorbeeld weer nog 5 minuten hebben voor een korte breakout sessie en dergelijke. Leuke en handige nieuwe optie tijdens meetings. Dan OneDrive. Het wordt mogelijk voor gebruikers, en dat is op zich wel een handige, om documenten die met jou zijn gedeeld, die dus in de map shared staan standaard, te pinnen, zodat ze zichtbaar zijn in jouw standaard OneDrive overzicht. En met standaard OneDrive overzicht bedoel ik hierbij, dat zie je boven rechts ook, My Files. Dus dan kan je daar in één keer dat shared documentje openen of shared mapje. Is wel handig voor samenwerking. Aan de andere kant denk ik zelf ook hierbij eerlijk gezegd, SharePoint zou eigenlijk meer bedoeld moeten zijn voor samenwerken. Natuurlijk deel je wel eens documenten met elkaar via OneDrive. Maar probeer ook gebruikers naartoe te sturen dat ze niet OneDrive gaan gebruiken op zo'n manier. Omdat het gewoon het samenwerken en de openheid van je organisatie niet bevordert. Binnen SharePoint kan je veel makkelijker documenten vinden als een SharePoint-site publiekelijk is. En binnen OneDrive is dat gewoon niet zo handig. En je haalt een beetje de kracht weg van SharePoint als je dit heel veel gaat toepassen. Het delen via OneDrive zelf. En een andere nieuwe update is dat op het moment dat je een document deelt vanuit OneDrive, dat je dan het preview krijgt in de mail. Zodat je alvast gedeeltelijk ziet wat de inhoud is van zo'n document. Meer een praktische nieuwe update voor gebruikers ook. Dan Planner en Tasks. Planner en Tasks krijgt een naamwijziging en daardoor eigenlijk een samenvoeging van de functionaliteiten. Je had altijd de twee aparte applicaties, Planner en apart Tasks. Nou ja, dat gaat worden samengevoegd. Binnen Teams is dat al het geval. Daar krijgen gebruikers ook een melding op het moment dat ze Planner of Tasks daarbinnen openen met deze functionaliteiten zijn samengevoegd en de naam is gewijzigd. En dat gaan ze eigenlijk steeds verder doortrekken op alle applicaties en apparaten en apps en dergelijke, zodat dit wordt gecentraliseerd. En dat zie je hieronder ook, dat is dus een stappenplan voor de langere termijn. Wat betreft functionaliteiten gaat er eigenlijk weinig in veranderen, omdat Tasks en Planner zoveel overlapping hadden al, dat voor gebruikers niet heel veel verschil zou maken. Wel goed voor hen natuurlijk om te weten dat het allemaal binnen één centrale interface komt, in plaats van dat je op je app moet klikken voor Tasks of Planner. Maar dat wordt samengevoegd eigenlijk binnen de omgeving. En ook een logische keus, omdat de functionaliteiten zo ver overlappen, dat het zonde is om eigenlijk daar twee aparte omgevingen voor te onderhouden. Zo, ja, zoals al aangegeven, het zijn wat minder onderwerpen die jullie van mij gewend zijn. In de toekomst gaan we wel uiteraard wat uitgebreider in op updates en dergelijke, omdat er gewoon meer updates komen van de Microsoft. De volgende zal zijn op vrijdag 12 maart en ik verwacht dat ik dan ook wat meer informatie kan delen over verschillende updates en nieuwe veranderingen. We hebben uiteraard voor het hele jaar volgend jaar verschillende journaals gepland. En er komt hierna ook een mailing waarbij je gelijk kunt inschrijven voor de losse journaals, zodat die ook gelijk in je agenda staan. Dus neem dat ook mee. En dan wil ik u nog attenderen op onze gratis Microsoft Teams scan. Sluit heel erg aan op wat ik eerder noemde over guest access. Guest access is echt een van die typische onderwerpen waar je vanuit governance en beheer heel goed moet nadenken binnen Teams. Hoe gaan we daarmee om? Hoe voorkomen we datalekken? Nou ja, daarvoor hebben wij vanuit Delta N een gratis Teamscan. Dat is eigenlijk een analyse van jullie omgeving wat betreft Teams, waarbij we kijken wat zijn de zwaktepunten, wat is het beheer, hoe staat alles ingesteld op de achtergrond. En ook gaan we kijken in dat web van verschillende gastinstellingen. Die met elkaar eigenlijk verhoudingen hebben, bijvoorbeeld ook binnen SharePoint. En kijken wat zijn de consequenties daarvan, is er over nagedacht en zijn er bewust beslissingen over gemaakt. Er zijn verschillende opties mogelijk uiteraard binnen Teams, maar zijn het bewuste beslissingen? Dat is een heel belangrijke vraag om jezelf af te stellen. En mocht dat niet zo zijn, dan kan het wellicht security risico's met zich meebrengen. In dat kader is deze Teams scan heel behulpzaam en kan het jullie verder helpen. Mochten er nog verdere vragen zijn, neem dan gerust contact op met mijn collega Heiko. Hij kan jullie verder helpen voor eventuele implantaties, teamscans en dergelijke en uiteraard andere vragen. Dus neem gerust contact met ons op en dan kunnen wij u verder helpen.
Dan wil ik jullie bedanken voor jullie tijd. En dan wens ik jullie nog fijne dagen verder.